We gaan even opwarmen met de Beastie Boys rap. Dus ik geef deze aan jou. Oké. Want jij mag deze scène van een beat voorzien. Dat betekent dat jullie straks moeten gaan rappen op een korte naam. En die naam is Ad. Ad. Ad! Dus het gaat op Ad, maar zij gaan dus straks rijmen. En dan Ad, en dan komt er een vervolg. En eigenlijk zijn ze af als jullie niet het laatste woord van het rijm mee kunnen rijmen. Zijn jullie er klaar voor? Yes! Zijn jullie er klaar voor? Yeah. Oké, okay, dus de naam is Ad. Ik ken een leuke jongen en zijn naam is Ad. Oh, 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 hij heeft één huisdier en dat is een pad. Hij geeft heel veel uit in zijn hand een gat. En als hij zaterdag uitgaat, dan is hij... Zat! Ik heb niks. Hey, fuck! Hey, maar ik was nog niet klaar over Adse kat, want hij ligt de hele dag voor de deur bij de... Mas! Beetje laat, maar oké. Pizza, ketchup. Ik ken een leuke jongen en zijn naam is Ad. Ben jij dan niet? Nee. Oh, dan. Oké, okay, maar niet. Zijn kat komt dus thuis. Hij heeft geen muis, maar een... Oké, okay, ik denk dat jij... Rat. Ik ken een leuke jongen en zijn naam is Ad. Als het regent, wordt hij... Nat! Na het douchen gaat hij ook in... Bad! De billen... We doen een nieuwe naam. De billen van zijn vrouw die zijn heel... Plat! Plat! We doen er nog eentje. Nog één? Wow. Ja. Welke naam zullen we doen? Sjaak. I love Sjaak. Sjaak. Ik heb het idee dat jullie een hele leuke jongen kennen die Sjaak heeft. Ja, vast. Ja. Ik ken een leuke jongen en zijn naam is Sjaak. Oh, oh, oh. Hij doucht nooit met kleren, hij is altijd... Naakt. Hij schiet nooit mis, maar altijd... Raak. Hij koopt altijd echt en nooit na. Oké. Hij liet zich laatst pijpen in Rotterdam. Bla!